zoals het daar staat, maakt het ook niet zo heel veel uit in welk materiaal het gemaakt is. Alleen moet het stevig genoeg zijn. Dus maak ik het nu in polyester, omdat dat technisch heel haalbaar is. En ook heel stevig is daar op die plek, omdat daar toch nogal wat wind kan staan. Het is ook de bedoeling dat het heel goed vastgemaakt wordt in de bodem. Ja, voor de kleur had ik eerst gedacht aan zwart. Want zwart is de kleur van inkt waarmee je schrijft. En dat leek mij de meest logische kleur in het landschap. Een zwart lijntje. Alleen kreeg ik achteraf de bedenking van misschien is dat zwart toch ook maar heel zwart en toch maar niks. En toen dacht ik aan blauw. Omdat toch de meeste mensen met blauw schrijven of een bik blauw is. En dus het zal wel blauw worden.